besluit welstand uitgesteld. Gratis bus blijft nog even. En het beste Brabantse worstenbroodje. Het kan nog wel even duren voordat er een besluit valt over de manier waarop de gemeente de welstandsregels wil loslaten. Wethouder Viers van Wonen, Werken en Ruimte had een voorstel gemaakt, maar daar kunnen niet veel partijen zich in vinden, bleek gisteren in de commissievergadering. U kunt wel zeggen, nou, de rest wat we hier hebben aan overige instrumenten is meer dan genoeg. Maar als mensen in een bepaald gebied vinden dat dat niet genoeg is, zou daar meer mogelijk in moeten zijn. Het voorstel is gewoon niet compleet. En je ziet ook dat dit een voorstel is wat ergens achter een bureau is gedaan. Men heeft geen echte criteria, want die wil de wethouder niet overleggen. Dus ze heeft ze gewoon niet. De burgers zijn er helemaal niet bij betrokken, ondanks dat we een prachtige samenspraakverordening hebben. En dat is allemaal niet gebeurd. En ik vind het voorstel wat er nu ligt, waarschijnlijk tegen de wet in. Rechtsongelijkheid, burgers die niet mee kunnen praten erover. Ja, dat is gewoon niet goed, dat moeten we niet doen. De fracties misten in het voorstel ook dat burgers iets te zeggen hebben over hoe hun wijk eruit moet zien. Ja, het is makkelijk om te zeggen, we maken de hele stad welstandsvrij. Want we hebben voldoende instrumenten om welstand te borgen. Maar waarbij eigenlijk vergeten is dat het ook goed is om te kijken naar wat mensen nou zelf eigenlijk graag zouden willen. En welke mate van welstand of bescherming ze zelf graag zouden zien voor hun buurt of hun wijk. Het gaat ons met name om te zorgen dat burgers in hun wijk zeggenschap hebben over hun ruimtelijke kwaliteit. Welstand is voor ons ook iets wat je ter discussie moet stellen. Want ja, dit soort pakken papier waar architecten doorheen moeten draaien om een plan te maken, dat is natuurlijk ook niet meer van deze tijd. Dus nogmaals, de richting is hartstikke goed van de wethouder. Minder bureaucratie. Maar wij maken ons wel zorgen over, ja, noem het maar, rechtsgelijkheid. Want als je als buurt je mond open doet, dan kom je op deze kaart. En als je buurt niet je mond open doet, dan zit er gewoon een streep doorheen en dan bent u dus welstandsvrij. Om deze kaart is het allemaal te doen. De welstandskaart. Hierop heeft de wethouder aangegeven in welke delen van de stad het toezicht blijft, al dan niet beperkt, en in welke delen niet. De grijze stukken worden allemaal welstandsvrij. Daar kan iedereen straks losgaan. Dit mooie stukje Eindhoven, het Schuttersbosje, is veilig. Dat heeft op het nippertje de welstandskaart gehaald. Hier kunnen bewoners straks geen gekke dingen doen met hun huis. Hier geldt, als het aan een wethouder ligt, straks gewoon welstandstoezicht. Maar dit mooie stukje Eindhoven, het Vondenkwartier, is niet veilig. Want deze wijk staat niet op de kaart. Het Vondenkwartier zou dus een hele andere aanblik kunnen krijgen als de bewoners hier hun gang zouden gaan. Dakkapellen bouwen bijvoorbeeld. En dan allemaal anders. Niet zo'n goed idee, vindt Leefbaar Eindhoven. Als de gemeente welstandstoezicht loslaat, is er geen regie meer en kun je als het misgaat niks meer terugdraaien. Het kan anders, veiliger. De welstand, zoals deze nu fungeert, roept ook veel vraagtekens op, dus wij moeten wel wat. Voorzitter, toen mijn dochters voor het eerst uitgingen en de wereld gingen verkennen, waaronder ook het seksuele leven aan de grondslag lag, gaven wij... Was even gemist. Nog een keer? Toen zij de wereld gingen verkennen, waaronder ook het seksuele leven, gaven wij hun als ouders mee. Verken, geniet van die vrijheid, maar doe het wel veilig. Met dat in het achterhoofd, voorzitter, zal ik de boodschap aan het college een gelijkende zijn. Ga voor de vrijheid, maar doe het veilig. En daar is ook de Partij van de Arbeid het mee eens. Geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. Twee handen op één buik dus. Ja, je noemt het twee handen in buik, maar waarom niet? Ik bedoel, iemand die een goed idee heeft, die moet je vooral volgen. Maar ik had al ook in die lijn ook al wel doorgedacht. Ik denk van, nou, zo moet het worden. Alles gezien en gehoord hebbend heeft de wethouder gesproken. Dus ik ga even kijken of ik met een aanpassing die richting in met iets kan komen waar we het in de volgende commissie over kunnen hebben. Ik ga er even over een nachtje over slapen in ieder geval. Ik ben er tevreden over. Wij zagen in het huidige voorstel nog wat problemen. We zouden graag zien dat burgers zelf in wijken iets meer invloed zouden krijgen op het welstandsbeleid. En de wethouder komt nu met een aangepast voorstel waarin dat meegenomen zou worden. Dus wat dat betreft ben ik tevreden met de uitslag van het debat. 15 november staat het onderwerp opnieuw op de agenda.